Een doelpuntrijke middag vanmiddag aan de dijk in Volendam. Tussen Volendam en Telstar. Dit is de 18e minuut. Prachtige goal van Robert Muren. Zijn zesde van het seizoen en de 1-0 voor Telstar. Dan een fout op het middenveld. Jack Tuyp wordt weggestuurd aan de rechterkant. Muren loopt de spits in. Krijgt een prachtige voorzet van Tuyp. En dan is het 2-0. Tweede van de middag van Muren. Het veld overigens sneeuwvrij gemaakt. Lag toch een centimeter of 5. En hier is 34e minuut, de 2-1. Spanning terug in de wedstrijd. Doelpunt is van Matusiwa. Volendam dat moet winnen om aansluiting te vinden bij de top 3. Staat nu 5 punten achter de nummer 3 Helmondsport. En hier wordt het vlak naar rust 3-1. De derde van Robert Muren en ook zijn mooiste. 74e minuut dan. Jack Tuyp, die had nog niet gescoord. 4-1. En hier gaat Marenga goed door aan de linkerkant. Hij bedient Tuyp en zijn tweede van de middag. En nummer 18 van het seizoen, topscorer in de Jupiler League. Dan weer een aanval van Telstar. 8 minuten voor tijd en daar is Johan Kulhan met de 5-2. Het was nog niet voorbij, want ook Volendam mag nog een keertje scoren. Marenga bedient Tuyp, zijn derde van de middag. 3 keer Robert Muren en 3 keer Jack Tuyp. De wedstrijd eindigt overigens in 10 tegen 10. Want hier is Kulhan. En schiet daar de bal weg. Krijgt daarvoor zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Kamphuis. En dus rood. En in blessuretijd ook een speler van Volendam. Die rood krijgt voor deze overtreding. Terecht een rode kaart voor Damien Menzo. Het eindigt dus in 10 tegen 10. En in een 6-2 overwinning voor Volendam. 3 punten voor de ploeg van de koning.